Drie nieuwe Acer-laptops deze week in Hardware TV. Twee modellen uit de Timeline X-reeks en een nieuwe Ethos. Maar we beginnen even met die Timeline X-modellen. Zit hier netjes op een stapeltje bovenaan beginnen. Ja, Timeline, dat is de serie van Acer die een beetje gaat over lang werken op je notebook. Nou, vroeger waren dat de notebooks die uitgerust waren met die ultra-low voltage, Core 2 Duo-processors. Nou ja, je kent ze misschien nog wel. Heel erg zuinig, mooi dun ontwerp, maar hadden één nadeel. Ze waren terg en traag. Ja, nou ja, ondanks het feit dat ze Core 2 Duo heten, snel waren ze niet. Ja, ze hadden zelfs nog een Core 2 Solo en dat was nog veel erger. Ja. Deze serie is dus gewoon voorzien van echte Core i3 en Core i5 processors. We hebben hier de 15-inch en de 13-inch voor ons liggen. Dit is het 13-inch model. Weegt zo'n 1,7 kilo. Er zit geen optische drive in, maar zoals je ziet een heel mooi dun en licht notebookje. En wat het eigenlijk heel interessant maakt is dat er een Core i3 2310M in zit, gecombineerd met zo'n GeForce GT540M grafische processor. Ja, dat maakt het toch tot een best wel krachtig compact notebookje. Ja, en als je die combinatie tegenwoordig hoort, dan denk je meteen aan Nvidia Optimus. Ja. Die technologie die ervoor zorgt dat die Nvidia GPU alleen maar wordt ingeschakeld als hij daadwerkelijk nuttig werk kan verrichten. Dus bijvoorbeeld als je een 3D game opstart of wanneer je video gaat bekijken. En als je gewoon simpel 2D werk op de desktop doet, aan het internet bent of een tekst verwerken of wat dan ook, dan is eigenlijk de hele Nvidia GPU uitgeschakeld. Inderdaad, nou en dat betekent dus dat op dat moment die notebook lekker lang op je accu kan werken. Dus dan houdt hij zo'n 6 uur vol. En dat geldt eigenlijk ook voor het 15-inch model, wat eigenlijk de vergelijkbare specificaties heeft. Yeah. Maar dan voorzien is van een Core i5 processor. Core i5 2410M, nou dat is een tikje sneller. Heeft ook die turbo mode erin. Zo erin zitten, maar hier ook met die GeForce GT540M gecombineerd. Ja, en dat maakt het tot een relatief veelzijdige notebook met een forse accu erin. Ja, wat even voor het idee, hoe lang gaat zo'n ding ongeveer mee op de accu? Ongeveer 6 uur als je het heel rustig aandoet. De helft ongeveer als je ook wat actiever gaat werken. Maar ja, dat maakt het toch zeer functionele notebooks. En ja, toch weegt hij toch zo'n 2,5 kilo. En dat is toch eigenlijk best draagbaar voor een notebook uit deze klasse. Ja, en een enorme open deur. Het voordeel van de 15 is natuurlijk dat grotere scherm, wat meer overzicht. Maar ook dat je bij toetsenbord zo'n numeric keypad hebt. Ja. Dat moet je bij deze kleinere natuurlijk missen, maar die kleinere kun je wel makkelijker meenemen. Ja, en dat is ook wel een beetje een punt waar ik een beetje zorgen over maak bij deze notebooks. En dat is een beetje de stevigheid van de behuizing. Als je hier een beetje drukt, dan zie je al een beetje dat de behuizing behoorlijk meeveert. Ja. En dat geeft mij toch niet heel erg een gevoel van degelijkheid. De 15-inch die heeft daar iets minder last van, maar deze 13-inch heeft opvallend genoeg, komt niet heel erg stabiel over op dat vlak. Nee. Dus degelijkheid testen, eigenlijk iets wat we bij Hardinfo niet kunnen doen. We hebben dus het apparaat dat maar korte tijd in ons testlab. Maar je bent inderdaad geneigd om te zeggen, als dit zeg maar een jaar lang mee in een rugzak op pad moet, dan is de vraag of je het overleeft. Ja, dat is ook een beetje de vraag van hoe zit het apparaat precies in elkaar? Zitten daar kwetsbare onderdelen? Maar ja, ik vind het persoonlijk niet heel erg elegant. Nou, een hele andere klasse is deze Ethos. Dat is een 18-inch machine, full HD-scherm zit erop. Die andere twee die hebben een 1366 768 scherm, ja. Zoals bijna alle andere notebooks in deze klasse. En voordat mensen denken dat Acer een samenwerking is aangegaan met een grote drogisterijketen, dit is een Ethos met een H. Zoals je ziet echt een machine die een beetje bedoeld is als multimedia apparaat. Dat 18-inch scherm, relatief krachtige speakers. Dat 18-inch, laten we er heel even bij stilstaan. We kennen heel veel grote laptops zijn allemaal 17-inch, 18-inch zie je niet zo heel vaak. Nee. En dat is, ik bedoel, een inch kan op een gegeven moment veel doen. Dit is echt gewoon een flink groot apparaat. Als we nou bijvoorbeeld even de 15-inch ernaast zetten, dan zie je dat die toch een behoorlijke klap groter is. Ja. En als je de 13-inch erbij pakt, dan is het helemaal een enorme reus. Ja. 18-inch, dat neem je niet meer mee. Dit zou je eigenlijk gewoon een opbergbare computer kunnen noemen. Ja, een beetje als je zegt, van, ik twijfel toch een beetje tussen een all-in-one en een notebook, maar ik wil toch makkelijk weg kunnen bergen, daar past dit een beetje. Als je kijkt naar deze machine, is opvallend genoeg, is die qua specificaties lijkt hij heel erg op die timeline waar we het net over hadden. Die timeline die kostte rond €700. Maar deze die kost rond de €1200. En er zit wel diezelfde Core i5 processor in. Ook weer een GeForce GT540M. Maar dan met 2 gigabyte geheugen. Maar ja, dat maakt op zich natuurlijk niet zo heel veel uit. Ja, op dit formaat Full HD is daar natuurlijk standaard. Het zou het zijn als het niet zo was. Leuke extra mogelijkheid is hieronder bij de touchpad, want dat kun je eruit klikken. En dan heb je eigenlijk een soort afstandsbediening voor je laptop. Ja.
Ik haal hem er nu even uit. En als je hem er zo uithaalt, kan je dus een touchpad kan je gewoon als een draadloos touchpad gebruiken. En als je hierop klikt, dan kan je de Acer Multimedia applicaties starten. En zo kan je dus ook muziek skippen, stoppen en pauzeren. Het volume verhogen en de muziek stoppen. Ja, het concept is eigenlijk een beetje, het scherm is groot genoeg. Je zet dat ding gewoon in een hoek van de kamer. Je gaat in je luie stoel zitten en je kunt zo muziek en video's en alles bedienen. Ja, ik vind het op zich een heel, heel functioneel idee. Ja, het enige nadeel, en er zit ook trouwens ook nog een Blu-ray speler in het apparaat, maar het enige nadeel vind ik toch wel een beetje dat, ja, hij kost rond de 1100-1200 euro en dat vind ik eigenlijk best wel veel geld voor hetgene wat hier geboden wordt. Ze hebben nog een wat duurder model en er zit er ook een Core i7 processor in, een SSD, ja, en dan ook nog eens iets krachtiger grafische kaart. En dan heb ik toch het idee dat het wat meer in balans is. Ik heb hierbij het idee van, ja, koop dan die en koop er dan nog een losse monitor bij en dan heb je ongeveer hetzelfde. Ja, en dan hadden we het hier over dat de degelijkheid op zijn minst discutabel is. Nou, dat is voornamelijk bij de 13-inch. Bij de 13-inch, maar hoe zit het bij deze Ethos? Ja, die komt steviger in elkaar. Die komt wat steviger over. Want dat gaat geen topper als je dat vergelijkt met sommige andere notebooks die we onlangs in de uitzendingen hebben gehad. Maar ja, het is ook niet echt een apparaat om te gaan verslepen.